Hoi, in de vorige aflevering hebben jullie kennis gemaakt met mij en Marlon. En vandaag vertel ik jullie hoe ik terecht ben gekomen bij Evian. Na het behalen van mijn managementdiploma heb ik een tijdje gewerkt in de parfumerie. Heel leuk, hele lekkere geurtjes. Maar na een bepaald moment dacht ik wel, ik wil wat meer doen voor de wereld dan mensen een hele dure rimpelcreme aanbieden die toch niet werkt. En beloven dat het het rimpeltje weghaalt. En mijn moeder en mijn zus werkten allebei al bij Evian. En zo was de afspraak om een keertje mee te lopen met mijn zus om te kijken wat het werk inhoudt, eigenlijk heel snel gemaakt. En al heel snel merkte ik dat dat je heel veel voor iemand kan doen met iets heel kleins. Wij gingen iemand helpen die CVA had gehad, een hersenbloeding, die zichzelf niet meer kon verwoorden, die niet meer zelf de handeling kon doen die je moet doen om normaal te kunnen leven. En toen zei die mevrouw die. En toen zei mijn zus, nou ga maar kijken wat ze bedoelt. En toen bedoelde ze dat ik een raampje dicht moest doen. En toen ik het had gevonden wat zij bedoelde, was zij zo blij. Toen dacht ik, nou als ik iemand zo blij kan maken met een raampje dicht doen, wat doe ik dan bij een parfumerie? En toen heb ik een afspraak gemaakt met de manager en gesolliciteerd voor de functie verzorgende C in opleiding. Toen ben ik de opleiding gestart en die was klaar binnen een jaar. Dus het is ook niet dat je weer tig jaar naar school hoeft. En nu doe ik de verzorgende IG-opleiding. En zit ik helemaal op mijn plek hier. En het cliché dat de verzorg zo slecht verdient en dat ze aan het uitbuiten zijn, dat is niet waar. Want als je gewoon je weekenden werkt, je avonddiensten werkt, feestdagen werkt, dan heb je echt wel een lekker salaris. Niet zoals een bankdirecteur, maar je kan rondkomen. Dus ja, dat is eigenlijk mijn verhaal. En ik ben heel blij dat ik die stap heb gemaakt om mensen te helpen. En dat. Dus tot de volgende keer. En dan neem ik jullie mee naar de dagelijkse werkzaamheden. Doeg!